voor de camera heb ik Gerard. Gerard wie? Gerard Meijer. En wat is de bedoeling, waarom bent u hier? We zijn hier namens de drie bedrijven, Reinaars, Roval en Agentor, voor onze MVO-dag, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat doen we jaarlijks. Normaal zijn we als bedrijf, als drie bedrijven, een hele dag dicht. De laatste donderdag van september. Alleen, ja, voor corona is het vorig jaar niet doorgegaan. Dit jaar in aangepaste vorm nemen we met een tiental mensen per dag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, mee met de mensen in een rolstoelondersteuning om een vierdaagse te lopen, zo noemen we het dan. Hoeveelste jaar is dit al dat u dit doet? Volgens mij, even op mijn hoofd, het zesde. En altijd iets met de ouderen of zijn het ook andere activiteiten? Nee, het kan de ouderen zijn, het kan de vogelopvang in Lierop kan het bijvoorbeeld zijn. We hebben bij Henrikeshof ook in Lierop, bij Sieren zelf hebben we ook schilderwerken verricht en zo. Dus het kan van alles zijn. Ouderen, jongeren, ja, jongerencentrum Nirwana hebben we ook opgeknapt. Dus. En wie zijn de gelukkigen voor volgend jaar? Weet je dat nu al? Nee, want de bedoeling is dat mensen, we hebben een zestal projecten normaliter. Hè. Ja, de corona hebben we er dit jaar maar één, maar waar we wel met het hele bedrijf aan meedoen. Hè. Er zijn hier ook mensen uit Oud-Gastel, want daar zit Agentor. Dus. Ja, we hebben dus vandaag gekozen voor dit project, maar volgend jaar mogen de werknemers mogen projecten aandragen. En waar moet het doel aan voldoen, waar u activiteiten Het is een opnemen? Non-profit instelling moet het zijn. Een non-profit? Ja. Oké, ik wens u heel veel plezier vandaag en wij gaan nu een stukje volgen. Nou, dankjewel en veel volgplezier zou ik zeggen. Dank u. Gezellig uit. Ja, dat vind ik ook. En we gaan gezellig een stukje wandelen. Heeft u er ook zin in? Ja, we zijn hier druk al geweest. Kijk eens aan. Ja. Lekker buiten. En elke dinsdag gaan wij van hier van het huis uit. Prima. Alleen het weer. En het is vandaag mooi weer. Alleen zo weinig vrijwilligers voor het, en dat vind ik jammer. Nou, daarom zijn we hier. Ja, nou wel. Maar normaal gesproken dinsdags. Oh, dinsdag te weinig. Er zijn er verschillende afgevallen, ja. Krijg je het ook dadelijk, hè? Nou, dan ben ik blij dat we er nu wel zijn. We gaan er een gezellige middag van maken, weet je niet? Hopen, gaan we gistermiddag ook. Goed zo. Bent u goed mee geweest? Nee, gisteren was ik niet. Oh, oké. Ander keertje. Zullen we gaan lopen? Gistermiddag, dat is goed. Oké, wij gaan lopen, dankjewel hè. Nou, heel veel plezier. Ik ben Cindy van Otterdijk en ik verzorg de haren van de mensen hier in de Lisse. Iedereen kan hier zijn haren doen. Voor 15 euro word je geknipt, ook mensen van buitenaf. Maar zoals je ziet, de mensen gaan perfect de deur uit.